Hoe kan plastic jouw leven redden? Dit is de Universiteit van Nederland. Iedere dag krijgen gemiddeld 80 mensen in Nederland een hartinfarct. En hoe komt dat nu? Nu ga ik niet uitweiden over levensstijl, etcetera, maar ik wil het graag hebben over hoe zo'n hartinfarct ontstaat en wat we daaraan kunnen doen. Dus een hartinfarct ontstaat doordat de kransslagaders verstoppen rondom het hart. En daardoor krijgt een deel van het hart geen zuurstof meer. Wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er dat daar lokaal eigenlijk het hart afsterft en dat de cellen, de spiercellen in het hart, daar uiteindelijk niet meer kunnen leven. Het probleem is dat het hart dat moet herstellen. Als het hart dat niet meteen zou herstellen, dan zou het ook niet meer kunnen pompen. En hoe herstelt het hart dat nou? Dat het herstelt het door littekenweefsel te maken. Dat is een soort matrix wat, het, wat de hartspier eigenlijk versterkt. Nou, u zult zeggen, oké, okay, dat, dat is prima, dan kunnen we weer prettig verder leven. Maar dat is een groot probleem, omdat dit littekenweefsel niet meer dezelfde capaciteit heeft als het hartspierweefsel in een gezond persoon. Dus wat kunnen we dan doen? Nou, we zouden deze patiënten medicijnen kunnen geven. En dat is ook wat er gebeurt. En dat kunnen we systemisch doen. En dat houdt in dat we die medicijnen kunnen geven, bijvoorbeeld door te injecteren in het bloed. Of door bijvoorbeeld via een pilletje te nemen. Maar dan komt het overal terecht. En we willen eigenlijk juist lokaal die medicijnen afgeven in het hart. Nou, dat kunnen we ook doen door dat lokaal in het hart te injecteren. En dat is natuurlijk een hele mooie oplossing. Maar we weten allemaal dat het hart eigenlijk heel hard pompt. Dus die medicijnen die worden eigenlijk na twee, drie, vier, vijf uh, hartslagen alweer uit dat hartweefsel gepompt. Dus dat is niet de methode om daar lokaal die medicijnen goed af te geven. En met die vraag kwam eigenlijk een cardioloog ongeveer zes jaar geleden uh, bij ons op het laboratorium in Eindhoven. Hij vroeg aan mij, kunnen jullie een materiaal maken wat ik kan injecteren in het hart en waar langzaam medicijnen uit afgegeven kunnen worden? Ik zei, nou ja, misschien kunnen we dat wel, maar... Het is nog vrij lastig om dat materiaal in het hart te krijgen. En hij had, dat was niet zijn, eigenlijk niet zijn enige vraag. Hij wilde ook dat dat materiaal, plus die medicijnen, via een meter lange katheter het hart ingebracht kon worden. En dat noemen we minimale invasieve chirurgie. En dat zou dan via de lies moeten. Nou, je kunt niet zomaar bijvoorbeeld een kunststof door. Een katheter brengen. En daarvoor moet eigenlijk de substantie die je door een katheter brengt, moet eigenlijk een soort van stroperigheid hebben als water. Dus eigenlijk helemaal niet stroperig zijn. En het idee is dat als je water injecteert in het hart, dat het ook heel snel eruit gepompt wordt. Dus we willen eigenlijk dat die substantie dat die ook in het hart geleert. Net zoiets als haardgel vormt en daar lokaal kan blijven zitten. Nou, hoe kunnen we dat nu doen? En daarvoor wil ik u meenemen naar de wondere wereld van de scheikunde. Dat is mijn hobby en dat is een ongelooflijk mooi vakgebied. En wat doen we daar? Daar bouwen we met moleculen, we maken moleculen en dat zijn eigenlijk hele kleine deeltjes. Dat, uh, uh, die hebben een afmeting van ongeveer een nanometer en dat is 1 miljoenste millimeter. En met deze moleculen kunnen wij materialen maken. En een voorbeeld van materialen zijn plastics. Nou, ik heb het nu niet over een waterflesje. Of over, mensen krijgen vaak ook associatie als we aan plastic denken. Aan, we krijgen associatie met goedkoop, rommel, afval, wegwerpkwaliteit, slechte kwaliteit. Maar ik kan u vertellen: plastic is een ongelooflijk mooi materiaal. Chemisch is het prachtig. Dus als we weer naar die miljoenste millimeter gaan, dan zien we dat plastic of kunststof opgebouwd is uit zogenaamde macromoleculen. En macromoleculen zijn heel erg lange moleculen. En hier heb ik een voorbeeld. Althans, dit is natuurlijk een kralensnoer. Maar een, een, zo'n macromolecuul, of een polymeer noemen we dat wel, ziet er zo uit. Het is vrij flexibel. En doordat het zo flexibel is, kan het zich ook opvouwen. En uh, krijgt eigenlijk het materiaal zijn macromoleculaire eigenschappen. Deze kralen zijn de monomere eenheden die aan elkaar vastzitten op zo'n kralensnoer. Maar u kunt zich voorstellen dat als we zo'n kralensnoer proberen te verwerken... Dat het heel lastig is. En ook als we één zo'n kral uithalen, valt de hele snoer uit elkaar. En daar hebben we in het laboratorium waar ik werk, een oplossing voor gevonden. En dat eigenlijk is al gedaan voordat ik überhaupt scheikunde ging studeren. Wat hebben ze? hebben ze daar gedaan, onderzoekers? Die hebben geprobeerd om een van die bindingen tussen die, tussen die monomeren te vervangen door een dynamische binding. En dan krijg je hier ook een kralensnoer, snoer. Dit is ook een kralensnoer, maar deze kunnen we los halen, omdat daar een reversibele of dynamische binding in zit en die kunnen we weer aan elkaar vastzetten. Het mooie is dat je op deze manier heel makkelijk de monomeren eenheden kan vervangen en je kunt ook zelfs nieuwe, ander soort monomeren toevoegen. Nou, wat betekent dat chemisch? Chemisch betekent dat dat we dat doen via wat wij noemen waterstofbruggen en wij doen dat via de zogenaamde Yuppie-molecuul. Nou denkt u, oké, okay, wat is een Joepie-molecuul? Dit molecuul zit aan elkaar vast met waterstofbronnen en vormt eigenlijk die dynamische binding. En het mooie is dat als wij andere moleculen, bijvoorbeeld net zoals die kralen of kleine stukjes polymer, modificeren met zo'n Joepie-molecuul, dat we op die manier een nieuw materiaal kunnen maken. Het mooie hiervan is dat dit soort moleculen ook lijken op de natuur. Dus als we kijken naar de extracellulaire matrix, die ziet u hier. Dan is dat het materiaal rondom de cellen en ook deze matrix zit aan elkaar vast met dit soort uh, supramoleculaire bindingen. Hoe komen we dan bij die hydrogel? Hoe komen we dan bij het hart? Nou, dan moeten we eerst dit soort moleculen gaan maken en dat doen we in het laboratorium en dan kunnen we via synthese en chemische reacties kunnen we dit soort moleculen maken en dan krijgen we vaak van dit soort poeders. Maar hoe krijgen we zo'n poeder? Nu door zo'n katheter. Nou, dat kunnen we doen door de moleculen chemisch te modificeren en te zorgen dat ze oplossen in water. Wat we dan willen is dat in de katheter het polymeer wat we oplossen in water eigenlijk heel erg lijkt op water. En dat het in het hart geleert, dus dat het heel stroperig wordt in het hart. Nou, dat doen we door gebruik te maken van die reversibele binding, dus die upi binding en, dat, en hoe kunnen we die nou reguleren? Dat kunnen we doen door bijvoorbeeld temperatuur te gebruiken. Bij 80 graden Celsius is die binding veel zwakker dan bijvoorbeeld op kamertemperatuur. Maar ja, we kunnen geen hydrogel injecteren in een patiënt van 80 graden Celsius. Dan zouden we waarschijnlijk nog meer schade aanbrengen in het hart. Ja, dus we maken gebruik van die reversibele binding in combinatie met de zuurtegraad om op die manier het materiaal van een waterachtige substantie substanties te switchen naar een hydrogel. En dat doen we door de pH te verhogen. En bij verhoogde pH wordt die binding niet gevormd. En bij lage pH, fysiologische pH, wordt die binding wel gevormd. En dat wil ik graag illustreren. Dus wat we hebben gedaan is we hebben zo'n UP-polymeer opgelost. En als we die nou injecteren in een andere oplossing, met een fysiologische pH. En die fysiologische PH die bootst eigenlijk het hart na, zoals dat in ons lichaam zit. Nou, wat we nou kunnen doen, is we kunnen dus via die katheter, nou ja, heb ik hier geen hele lange katheter en het is ook nog vrij ingewikkeld om dat te doen, doe ik het even met een pipetje, kan ik u laten zien dat als ik een beetje van die basisse oplossing pipeteer in deze zure en fysiologische substantie, dan zien we dat daar een mooie hydrogel gevormd wordt. Nou kost het natuurlijk even tijd om te zorgen dat die hydrogel gevormd wordt, maar in het hart gaat dat vrij snel. En het mooie is dat we nu eigenlijk een soort van depot hebben ontwikkeld waar medicijnen uit afgegeven kunnen worden. Dus je zou kunnen zeggen dat de medicijnen, in dit geval is het een rood kleurstofje, dat dat nou netjes in die hydrogel geëncapsuleerd is. Nou, dan kan ik die Uithalen en dan zien we inderdaad dat we een hele mooie gel hebben gevormd met het medicijn erin, in dit geval de kleurstof. Nou, dat is wat we ook in het hart doen. En het mooie van dit uh, materiaal is, door die dynamische binding, dat het materiaal zich kon, ook kan aanpassen aan het weefsel, omdat het hetzelfde soort bindingen heeft als het weefsel ook heeft. Nou, de artsen willen dit dus graag uh, via zo'n katheter in het hart brengen, maar daarvoor moeten ze eerst bepalen waar ze dat precies in het hart moeten injecteren. En dat doen ze door een soort van platte grond van het hart te maken, en dat noemen we een elektromechanische map. Nou, dit doen ze um, inderdaad met een katheter, en daarmee kunnen ze zien dat we inderdaad dat in het hart kunnen injecteren. We kunnen dus op het grensvlak van het, uh, uh, van het infarct en het gezonde weefsel dit medicijn en dit uh, medicinafgiftingssysteem injecteren. Het mooie is dat het nu ook beter blijft zitten. En hier ziet u zo'n elektromechanische map met het infarct. En hier is heel duidelijk te zien waar het geïnfecteerde gebied is, dat is de rode zone. En op het grensvlak tussen het geïnfecteerde gebied en het gezonde weefsel, wordt dus in die bolletjes, aangegeven met die pijlen, wordt dan dit medicijnafgiftig systeem Nou, Het mooie is, via die Jupy-molecuul. Dat we ook andere medicijnen zouden kunnen vastzetten. En daardoor de medicijnafgifte nog meer kunnen vertragen als we dat zouden willen. Waar we nu ook aan werken, en dat vind ik zelf ook heel ongelooflijk mooi, is om te kijken of we ook labeltjes, dus een soort van lampjes, aan ons materiaal kunnen vastzetten. Om bijvoorbeeld het materiaal te kunnen zien met de MRI-scanner. Zodat we echt heel exact weten waar het materiaal zit en of het daar bijvoorbeeld na 1, 2, 3 weken nog steeds zit. Wat we ook doen, is we proberen ook met dit soort uh, chemische interacties. proberen we het materiaal nog beter vast te maken aan de hartspier, zodat het nog beter blijft zitten. En op die manier hopen we eigenlijk ook stamcellen te sturen. om uiteindelijk die weefselregeneratie beter te sturen. Nou, dat is allemaal heel mooi en dit is onderzoek wat we doen aan het hart. Maar we proberen ook dit uh, soort materialen te gebruiken voor andere medische implantaten. En uh, daarvoor moeten we natuurlijk het molecuul wel chemisch veranderen. Dat is ook wat we doen, en we proberen daar sterke materialen van te maken. En dat doen we bijvoorbeeld om uiteindelijk vaattoegang te creëren voor nierpatiënten die aan dialyse zitten. Nou heb ik daar ook een buisje van meegebracht, dus dat doen we door zo'nzelfde soort poedertje op te lossen, in dit geval in organisch oplosmiddel. Dan maken we daar draden van en als het ware spinnen we dan een soort buisje. Dus we rollen een draad op op een soort van klosje en dan krijgen we dit buisje. En dit buisje. Uh, kan dus geïmplanteerd worden in een patiënt en uiteindelijk uh, daar hopelijk ook uh, uh, ja, nieuwe cellen aantrekken. We hebben daar een uh, filmpje voor meegebracht. Hier ziet u waarom we dat, dat zouden willen doen. Dit is een uh, vat wat, die verstopt is, bijvoorbeeld zo'n kransslagader. En daar gaat een nieuw synthetisch materiaal in, bijvoorbeeld dit buisje, wat bestaat uit die vezeltjes. En in die vezels zitten nog kleinere vezels. En dat zijn vezels die gevormd worden door de IUPI-moleculen. En hier zit een schematische weergave daarvan. Nou, het idee is dat dit complete kunststofbuisje uiteindelijk ervoor zorgt dat de juiste cellen uit de bloedbaan aangetrokken worden. En op die manier een heel autoloog vat gevormd wordt. Dat zou betekenen dat het kunststof op deze manier echt weefselregeneratie kan sturen. Nou, dat is heel mooi en dat... Zouden we ook nog willen voor andere organen? En een van mijn dromen is wel om uiteindelijk een complete nier te maken. Kom ik terug op de hoofdvraag van vandaag: hoe kan plastic jouw leven redden? Nou, plastic kan inderdaad uh, iemands leven redden als medisch implantaat. En dan denk ik niet aan het kunststof waar een waterflesje van gemaakt is. Nee, dan denk ik aan slimme plastics. Die bij elkaar worden gehouden door uh, supermoleculaire binding, bindingen, door reversibele bindingen. En die daardoor, als het ware, kunnen praten met cellen en met onze weefsels. En op die manier uh, hopen we dat we het lichaam uh, tot regeneratie kunnen aanzetten: helemaal compleet vanuit het plastic.